Hallo reviewvrienden. Is het met jullie? En daar gaat het wel goed. Ik heb een kras op mijn voorhoofd. Ik heb een kras opgelopen tijdens een worsteling met een palm. Ja, ik geef weer toe. Er was drank in de man. Er was drank in het spel. Het was zaterdagavond. We hadden met vrienden gegeten en gedronken. En voor het restaurant stonden twee van die palmpies. Weet je wel, van die kleine palmpies. Met van dat apenhaar er zo naast. Hè. En toen dacht ik, heel leuk, ik ga mij verstoppen. Ik ga mij achter zo'n palmpje verstoppen. En dat is wel grappig, aangezien ik eigenlijk gewoon best wel een hele grote dikke fan ben. Ja, dat iedereen me ziet, maar ik ga me toch even lekker verstoppen achter het palmpje. En dat vindt iedereen heel grappig en heel erg leuk. Waar het niet, dat die kleine klote palmpjes, die hebben de zijtakken die ze hebben afgeknipt. Dat zijn van die hele kleine, ongelooflijk harde zijtakken. Daar ging ik even met mijn voorhoofd tegenaan. En die doorboorde bijna mijn schedeldak. Hier. Zie je het? Zie je het? Zwaar gewond. Bloeddaas de pest. Ik moest bijna een bloedtransfusie, infusie en infuus. Bijna. Maar niet helemaal. Ik heb nu gewoon een kras op mijn kanus. Maar ja, zo gaat het leven. En de littekens des levens heet dat. Volgende keer verstop ik me niet meer achter een kort geknipte palm. Allemaal levenslessen. Wat zit er onder de doos? Wat heeft Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Het is pijn in mijn nek van dat vechtpartijtje met die palm. Zeg, wat voor je. Ja, dat is ook niet veel. Zakjes met poeder. De vraag is, wat is dit? Want Achmedje stuurt af en toe ook wel eens hele rare dingen op. En dat is er vandaag gelukt. Want hier staat instant matcha latte. Met volgens mij Japanse tekens. Dus, en dit is dan een groene koffie met melk. Oh, white milk tea. Dit is thee met melk. En dit is hojicha latte. Hojicha latte. Nou, die zijn allemaal, ik denk, koffie en thee met melk uit een Aziatisch land. Dit komt allemaal uit Singapore. Dit is allemaal spul uit Singapore. Maar white milk tea. Waarom zou je nou een zakje instant white milk tea gebruiken? Dan zit je toch kopje thee, flikker een beetje melk in. Wat is dit dan? Waarom is dit groen? Matcha latte. Wat is matcha dan? Ze hebben ook gewoon helemaal niet erop staan wat erin zit. Dat is toch ook heel raar dat er geen ingrediënten staan. Ja, sodemieten er heet water op en roeren. Ja, dat kan ik wel bedenken, maar ik wil toch ook weten wat erin zit. Dat is toch ook heel raar. En wat is hojicha latte? Wat is dan hojicha? En wat gebeurt er hier? Wat is dit dan? Is dat dan hojicha? En wat is dan hojicha? Veel te veel vragen voor totale rare zakjes troep uit Azië. Moet ik hier maar op maandag mijn hoofd over breken? Ik heb even Google geraadpleegd. Maar matcha, dat komt hier uit Singapore, is oorspronkelijk Japans. En dat is gewoon groene thee. En dat is vermalen tot poeder. En dat matcha, dat schijnt heel erg bij van die hippe yoga vrouwtjes bekend te zijn. En dat gebruiken ze allemaal, want dat is heel erg gezond. Dat heeft heel veel antioxidanten. Dus dit is dus nog gezond. Ook die matcha latte uit Singapore, maar oorspronkelijk uit Japan. Mooi verhaal. Nou, de hojicha latte. Hojicha komt ook uit Japan. Dus waarom dit nou allemaal uit Singapore moet komen, mag God weten. En dat is, hojicha is ook gewoon groene thee. Alleen dan is hij gebrand. Vandaar dat het hier bruin is. Het is het gebrande groene thee. De melk. Stom product, zeg. En dit is gewoon witte melk met thee. Wat een gedoe, zeg. Maar goed, het is dus allemaal thee en geen koffie, dan weten we dat ook weer. Ik ga even water koken, gaan we het proberen. Ja jongens, het is niet elke dag feest. Ja, daar ben ik weer. Glazen, water, lepeltje. Echt, het is denk ik een beetje. Ja, ik weet niet, het is echt maandag. Ik heb een maandagdag. Nou ja, we gaan er dan gewoon binnen met die gewone witte thee met melk. Uit Singapore. Godsamme kraken. Dan komt er wat poeder uit.
Nou, dan mieteren we dan wat heet water op. En dan gaan we lekker roeren. Zo. Thee met melk. Wat natuurlijk wel heel grappig is, is dat je hier dus een schuimlaag ziet met figuurtjes erin. Nou, dat je die figuurtjes niet krijgt, dat snap ik ook nog wel. Maar die schuimlaag krijg je ook helemaal niet. Het ruikt naar de, ja, naar thee met melk. Nou, je verwacht het niet, maar het is groenpoeder. Ja. Even lekker groene poedertje er doorheen. Hier zit ook helemaal geen schuim maar op. Maar ja, wat maakt het allemaal uit? En dan hebben we hier die. Oh, ietsje latte. Shit. Nou, dat is dus bruin. Ja, en zo zie je dus op maandagochtend met een mokkabruine, een groene en een diarreebruine emmer Japanse thee uit Singapore, waar helemaal geen schuimtje op zit. De gewone melk met thee, of thee met melk, smaakt naar thee met melk. De groene, de matcha, die smaakt, ruikt heel raar. En de gebrande, welke naam ik al iets vergeten ben, hoi, die ruikt een beetje poeperig. Nou, laten we maar een slokje nemen. Er zit verschrikkelijk veel suiker in. Het is hartstikke zoet. En het is inderdaad ja, een beetje slappe thee. Met melk. En melkpoeder dan natuurlijk. Maar... en suiker. Werkelijk geen moer dan. Nou, dan gaan we even naar de matcha. Want daar zijn... die gezondheidsvrouwen zijn er gek op. De groene spul. Heel veel antioxidanten. Heel veel antioxidanten. Nou, het is niet heel veel anders dan die andere. Waar het niet dat hier zo'n scherpe bittere pijl uitkomt. Ken je dat? Dat je net even de bittere theepijl, dat je dan een slokje neemt en dan achterin je bakjes heb je zo'n pijl, zo'n bittere pijl. Dat zit hier ook in. Maar ja, wat er nou zo speciaal is aan die matcha. Je proeft gewoon melk en suiker. En die bittere pijl, hele bittere pijl. Ja, dat kan gezond zijn dit, maar lekker is het niet. Nou, en dan hebben we last but not least ook nog de gebrande groene thee. Japanse latte, hoicha gebeuren. Ja. Nou, deze is ook niet te zuipen. Minder bitter dan die. Ja, het is gewoon thee met melk. En dit is dan mijn gebrande groene, verbrande groene thee. Oh, rotzooi, joh. Tijd voor de cijfertjes. Voor deze aanmaak instant thee met melk. Je hoopt toch altijd dat als iets van ver komt dat het goed is? Nee? Als van ver komt dan is het goed. Nou, deze zakjes hadden gewoon in Singapore kunnen blijven. En ik weet ook wel dat je dat ook in Nederland kunt kopen. Want Ahmed is niet in Singapore geweest. Ik vind het sowieso heel raar, Japanse thee met melk, wat dan verkocht wordt in Singapore en wat eigenlijk gewoon helemaal niet te zuipen valt. Maar dat, het is wat het is. Ja, ik ga hier niet heel aardig over doen en er zullen straks allemaal weer boze Japanse brievenschrijvers zijn die zeggen, Jan, dit is onze cultuur. Mijn bommen. De groene, die matcha, iedereen heeft gezegd, oh, dat moet je echt doen, dat is 137 keer beter dan gewone thee, want... er zitten heel veel stoffen in waar je heel erg goed van gaat voelen. Dan voel je je echt zo goed. Nou, ik voel me helemaal niet goed na 3 slokken. Die bittere theepijl zit nog steeds achter in mijn huig. En voor de rest is het gewoon aangemaakte melk met suiker. Ik word hier niet blij van en ik word hier ook niet vrolijk van. Die matcha die krijgt van mij gewoon een 3. Het interesseert me niet. Al die boze meiden die dan zeggen, ja, ik gebruik heel veel matcha en sindsdien zit mijn haar goed. Ja, I don't know, I give up. Flying. Doitje, thee met melk. Dat is dan verbrande groene thee.
Is het lekker? Nee, het ziet er verschrikkelijk vies uit. Zo smaakt het ook. Het is gewoon niet lekker. Het is minder bitter dan die. Maar het is nog steeds helemaal niet lekker. Die krijgt gewoon een 4. Het is gewoon niet lekker. Gadverdamme. Ja, en dan de gewone thee met melk. Die is beter dan deze smaakjes thee met melk. Maar wat stelt er nou voor? Er stelt echt helemaal geen ene hol voor. Het stelt gewoon helemaal geen reet voor. Ja, suiker, poedermelk, poederthee, water erbij. Dan drink je het op en denk je, ja, stelt ook helemaal geen reet voor. Dus je krijgt er gewoon een 5 voor de moeite en voor de reis. Maar voor de rest is het allemaal niet nodig. Nou, deze zakjes van, hoe heet het? Gold Kili. Mogen ze houden. Geen lekker beginnetje van de week dit. Nou, dag!